Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik iedereen van harte welkom in deze dienst. Het is vandaag eeuwigheidszondag. Dat betekent dat we een bijzondere dienst hebben waarin we stil zullen staan bij de mensen die we moeten missen. En voor hen steken we ook een kaars aan. Barbara de Beaufort zal voorgaan en Kees Steektee bespeelt het orgel. En hij leidt tevens de Johannes de Doper kantorij. Tijdens de dienst van de gaven zijn er twee rondgangen. De eerste rondgang is bestemd voor de stichting Mensenkinderen. En deze stichting ondersteunt hulpbehoevenden, dus kinderen, bejaarden, gehandicapten in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië. En de tweede rondgang is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Volgende week zondag 3 december gaat Andries Visser voor. In de nieuwsbrief staat abuis dat Siets Prins voorgaat, maar Andries Visser zal volgende week voorgaan. Er is dan ook delen van brood erbij. En dan nog een mededeling, want vanmiddag is in deze kerk een programma met cellomuziek en poëzie door het duo Ton sur Ton. De aanvang is 3 uur en de toegang is 10 euro. Na deze dienst wordt u van harte uitgenodigd voor koffie en thee op het koor. Er is dadelijk de gelegenheid voor stil gebed, waarna we verder de liturgie zullen volgen. Wij wensen elkaar een goede en gezegende dienst.
Onze troost verwachten wij van hem die het geknapt en niet kreeg, die de kwijnende vlam niet dooft, die in ons leven gaf. De Heer zij met u, met zijn genade en vrede. Wij zijn gewend om hier twee kaarsen te zien branden. Maar vandaag, op Eeuwigheidszondag, steken wij de ene aan als symbool van de hoop en de dankbaarheid die in ons leeft. En de andere laten wij uit als teken van respect voor wat ontroostbaar. Laten wij bidden. Gij zijt de zin van wat wij zijn, zongen we. Hoe zouden wij echt kunnen begrijpen wat dat betekent? Gij zijt de zin van wat wij zijn. En toch heeft het ons hier gebracht. Een hoop, een vermoeden dat de werkelijkheid een hart heeft. Dat wij dat kunnen naderen met eerbied en ontzag, omdat het heilig is. Een hart dat zich over ons wil ontfermen, dat ons voor wil gaan, het onbekende donker in. Zelf zijn we zo breekbaar, zomaar ziek, zomaar weg, zomaar ontroostbaar. Wij bidden u, maak in dit uur ruimte in ons voor verdriet en hoop, verslagenheid en moed.
eenzaamheid en verbondenheid. Een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerde de leerlingen, de Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei: telt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij: onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: als hij slaapt, zal het wel beter worden, Heer. Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen: laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadie en er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.
Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zal komen. Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: de Meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zag haar weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden: wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd: hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf en spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: haal de steen weg. Martha, de zuster van de doden, zei: maar Heer, de stank. Hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: maak de doeken los en laat hem gaan. Thank you.
7 maal om de aarde gaan. Als het zou moeten op handen en voeten. 7 maal om die ene te groeten die daar lachend te wachten zou staan. 7 maal om de aarde gaan. 7 maal over de zeeën te gaan. Schraal in de kleren, wat zou het mij deren? Kom uit de dood, ik die ene doen keren. 7 maal over de zeeën te gaan. 7 maal om met z'n tweeën te staan. Zo zegt de dichteres Ida Gerhardt. En wie herkent het niet, dit verlangen, om die ene die je verloren bent, die je soms zo mist, nog 1 keer terug te zien. Even wat zeggen tegen elkaar, even aanraken, even de dood ongedaan maken. Het verhaal van vandaag over Lazarus verwoordt dit verlangen. Zoals zoveel Bijbelpassages, als je even zoekt. Bijvoorbeeld het verhaal van de opwekking van het gestorven jongetje door de profeet Elisa. Het dochtertje van Jairus, dat door Jezus uit de dood wordt teruggeroepen. En de passage uit het boek Openbaringen, die we straks zullen zingen, daar met de kantorij. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. De dood ongedaan gemaakt, wat zou dat geweldig zijn. Maar hoeveel we er ook over dichten, schrijven en zingen, zover is het nog niet. Wij zullen het moeten doen met deze werkelijkheid, onze werkelijkheid, dat de dood wel bestaat en dat ieder van ons geliefden moet verliezen om tenslotte zelf andermans verlies te worden. Als dat zo is, nu dit zo is, nu dit onze onomkeerbare werkelijkheid is, waarom dan dit verhaal over iemand die terugkeert uit de dood? Hoe begrijpelijk is het als je het zou ervaren als een verhaal dat valse hoop biedt? Dat reden geeft tot bitterheid misschien. Ja, Lazarus wel, zijn dood werd ongedaan gemaakt, maar die van mijn geliefde niet. Waarom niet? Wat doe ik verkeerd? Of waarom houdt de Bijbel me zo voor de gek? Zo heb ik het zelf ervaren toen mijn broertje stierf. Maar dat is lang geleden. Inmiddels denk ik, denken wij niet meer zo. We zijn wijzer geworden, minder vatbaar voor illusies en vertrouwder met de onherroepelijkheid van de dood. Maar waarom dan wel dit verhaal? Want ook de schrijver ervan is een mens die de dood kent op dezelfde manier als wij. Er moet een andere betekenis van dit verhaal zijn dan de letterlijke. Wat wil hij ons vertellen? Jezus zegt zelf bij het bericht van Lazarus' ziekte: dit alles moet gebeuren ter wille van Gods eer en die van zijn Zoon. En opdat iedereen tot geloof zal komen. Dat is een nieuwe hobbel die ik moet nemen in dit verhaal. Want Jezus zal toch niet bedoelen dat zijn vriend Lazarus moest sterven ter meerdere eer en glorie van hem, Jezus. Dat Lazarus' zusters, Martha en Maria, in rouw moeten worden gedompeld, zodat Jezus een nog spectaculairder wonder kan doen. Dat Jezus nog 2 dagen extra wacht met naar hem af te reizen, zodat men nog dieper onder de indruk zal zijn van zijn bovennatuurlijke gaven.
ons hier getoond. Is dit dan de heilige Jezus? Heilig, zoals het in het woordenboek omschreven staat, apart, onaantastbaar, verheven. Verheven boven zulke menselijke zaken als verdriet en deernis. Nou, dat is wel wat een eerste lezing van dit verhaal suggereert. Maar ik heb langzamerhand geleerd zo'n eerste lezing te wantrouwen. Bijbelverhalen moeten soms inzinken. Die moet je een tijdje met je omdragen, overwegen, voor je die tweede en misschien derde laag te zien krijgt. En dan, als ik dat doe, als ik ophoud met analyseren en tegenstribbelen en proberen om als het ware te proeven wat hier verteld wordt, dan merk ik de grote gedrevenheid in dit verhaal, de intense spanning, alsof alles op scherp staat. Spanning ontstaat zodra er tegenpolen zijn. Dat is in de natuurkunde zo, maar ook in de vertelkunst. Jezus lijkt bij eerste lezing onaantastbaar. Zijn woorden gaan boven zijn toehoorders uit. Hij weet alles en hij kan alles en hij kent geen angst. Gods zoon immers. Dat is de ene pol, de meest zichtbare. Maar tegelijk zijn er ook andere signalen. Jan Oegma schrijft in een klein maar prachtig boek over rouw, lichaams, ziel. Het is het lichaam dat rouwt. Dat is zijn ontdekking met de dood van zijn moeder. En dat lichaam, met zijn ongecontroleerde emoties die van diep wegkomen, dat vormt in dit verhaal de tegenpool van de onaantastbaarheid en de onaangedaanheid van Jezus. En als je goed leest, dan vertelt de schrijver het ook. Hij vertelt dat Jezus heel veel houdt van zijn vrienden. Dat hij geërgerd is. Dat hij woedend is over wat er gezegd wordt. Dat hij medelijden heeft. En dat hij huilt. Een andere vertaling, de Narense, zegt het zo. Zodra dan Jezus Maria ziet weeklagen, bevangt woede zijn geest en is alles in hem in verwarring. En even later, als men hem uitnodigt om mee te gaan naar het graf, Jezus breekt uit in tranen. En dan na de verwijten van de omstanders dat hij deze dood niet heeft voorkomen, dan komt Jezus weer woedend tot in het diepste van hem aan bij de gedenkplaats, het graf van Lazarus. Dit is een andere kant van Jezus. Een kant die me uitnodigt om me af te vragen, maar wie is hij? Wat beweegt hem eigenlijk? Waar staat hij in het leven? Ik realiseer me ineens hoe jong hij is. Een jaar of 33 pas. In de bloei van zijn leven. Een jongeman die weet dat zijn eigen levenstijd nu al afloopt. Dat hij ontijdig sterven moet. In het begin van het verhaal is die dreiging al voelbaar. Als de leerlingen zeggen, dat meen je toch niet echt dat je nu terug wilt naar de plek waar ze je hebben geprobeerd te stenigen. Jezus gaat eraan, onontkoombaar. Nu nog niet, maar wel binnenkort. Thomas zegt, laten we dan maar allemaal gaan om met hem te sterven. Die, Thomas, lijkt als enige iets te begrijpen van de eenzaamheid van Jezus. De eenzaamheid van de dood. De dood is zo reëel en zo alomtegenwoordig in dit verhaal. Het is haast of Jezus hem opzoekt. Dat meen ik steeds meer te zien. Dat
ongelooflijk moed de confrontatie zoekt met het lot dat niet alleen zijn vriend Lazarus, maar ook hemzelf zal treffen. Dat ieder mens vroeg of laat treft. En Jezus gaat daarop af met open ogen om de dood letterlijk in het gezicht te zien. Zich tot de dood te verhouden. Het is alsof hij het diepste punt zoekt. Voorbij de ziekte die wellicht nog over zal gaan. Voorbij alle hoop dat het misschien nog goed komt. Regelrecht tot in de diepste verlatenheid van de dood. Alsof hij zich wil begeven ook in alles wat de dood in nabestaanden oproept. De angst van leerlingen dat ook zij zullen sterven. De bedekte en openlijke verwijten van Martha, Maria en de omstanders. Dit had je toch kunnen voorkomen, Jezus? Hun verdriet, hun teleurstelling in hem en in God. En ja, zelfs het afschrikwekkende van het dode lichaam zelf. De afstotelijke geur van de dood gaat hij niet uit de weg. Dit had je toch kunnen voorkomen, zegt iedereen. Maar het is alsof Jezus zegt, nee. De dood is uiteindelijk niet te voorkomen. En ik wil ook niet doen alsof dat wel zo is. Dit is onze werkelijkheid. En daarom wil ik me daartoe verhouden. Want in die werkelijkheid, niet ervoor of ernaast of eromheen, maar erin, daar is God. Daar moet Hij zijn, anders stelt het allemaal niks voor. Ik heb lang nagedacht over wat die eer van God dan wel zou kunnen zijn, waar het volgens Jezus allemaal om draait. Die eer en dat geloof waartoe de leerlingen toen en wij lezers nu dankzij hem zouden kunnen komen. Ik geloof niet langer dat Jezus een kille kunstenmaker is, die wil dat wij hem bewonderen om zijn bovennatuurlijke krachten. Hij is niet iemand die dat soort eer of dat soort geloof zoekt. Hij is iemand die beseft waar de bron ligt van ons verdriet. In de eenzaamheid van de dood. Die van onszelf en die van anderen. Hij is daar hevig door aangedaan. Hij is zelfs woedend. En woede, volgens degene met wie ik de tekst van vandaag voorbereidde, betekent dat je op een grens stuit. Hier is dat de grens van de dood. En geloven, God eer bewijzen, betekent dan op een of andere manier aannemen, erkennen dat voor God die grens van de dood geen grens is. Dat Gods liefde tot in die eenzaamheid doordringt. Ik zeg dat nu zo. Ja, niet zo in de zin van zomaar, omdat je zoiets hoort te zeggen in de kerk. Maar ik bedoel, ik weet natuurlijk ook niet echt wat dat betekent. Het is iets dat ik vermoed, dat ik aanvoel en als waar ervaar, dat ik tot me probeer door te laten dringen zonder dat ik het goed kan verwoorden en daarom zeg ik het maar zo. En ik denk dat dat voor de schrijver van het Lazarusverhaal ook geldt. Hij weet niet hoe hij het moet zeggen en daarom zegt hij het maar zo. Om datgene waar hij op een of andere manier van overtuigd is geraakt te bevestigen, omdat zichtbaar, tastbaar, concreet te maken, daarom beschrijft hij dat wonder van Lazarus' opwekking. Het wonder is als het ware de vingerafdruk van God zelf. Het zegt, kijk dan, hij was er. Daar in het graf is
is niemand minder dan God zelf geweest. Daar waar niemand anders komen kan. Daar als een helende, bevrijdende kracht. Ik vermoed dat Jezus als de mens die hij ook was, het nodig had dit te zien. Voor zichzelf, voor wat komen ging, niet lang daarna in de hof van Gethsemane. En om het andere te laten zien als een soort erfenis bij voorbaat. Kijk, ook hier is God. Hij is nooit ergens niet. Hij laat het nooit afweten, ook niet voorbij de laatste grens. Vergeet dat niet. Probeer te geloven, want we hebben het nodig. En geloof in mij, Jezus, als zijn zoon. Dat wil zeggen, probeer mij te zien als iemand die één is met die God. Iemand die net als hij tot het uiterste wil gaan. Niet omdat ik boven alles wat menselijk is zou staan, maar juist omdat ik alles wat menselijk is belichaam, hier, in mijn lijf, mijn kwetsbare lijf. En mij toch wil overgeven door alle angst heen aan mijn vertrouwen in God. Wat dat ook van me zal vragen. Dat is wat het eren van God en van mij zijn zoon inhoudt. Dat jullie dat zien en erkennen en gebruiken om je veilig te voelen en geborgen. Altijd. Als Lazarus tevoorschijn is gekomen, nog omhuld door de windsels van de dood, zegt Jezus, maak hem los en laat hem gaan. Merkwaardige woorden, alsof Lazarus een gevangene was en nu bevrijd de wereld ingestuurd wordt. Bevrijd van de diepste eenzaamheid. Wij, zoals wij hier zijn, hebben allemaal verlies geleden en zullen dat weer moeten doen, steeds weer, totdat we zelf het onbekende binnengaan. Dat is onze werkelijkheid. Maar ik hoop dat iets van de troost die van deze bevrijding uitgaat, ook onze werkelijkheid mag worden en blijven.
Dan gaan wij nu over tot de dienst van de gedachtenis. Thank you.
Jan Aert.
Laten we bidden. God, bij deze werkelijkheid waarin we mensen verliezen, hoort ook dat we mensen vinden. Dank u dat dat gebeurt. Dat er wederzijdse herkenning kan zijn. Dat we elkaar kunnen helpen te dragen wat voor een mens alleen te zwaar is. Zoals zo net, rondom de namen en de kaarsen en de muziek. Dank u voor uw zoon. In zijn eigen tijd al vaak misverstaan en afgeweerd. Ook voor ons soms moeilijk te begrijpen. Dank voor zijn intense verlangen om bij ons te zijn. En om daarvoor alles over te hebben. Wij bidden dat zijn geloof, dat u ook daar bent waar er niets anders meer is, ons hoop mag geven en moed wanneer we dat het meest nodig hebben. In de stilte vertrouwen wij u toe wat in ons leeft. Wij bidden samen het gebed dat Jezus ons leerde bidden. Onze Vader in de hemel, laat uw naam verheerlijkt worden. Laat uw koninkrijk komen. Uw wil worden gedaan. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En vergeef ons onze schuld, zoals wij ook hebben vergeven die ons is schuldig. En breng ons niet in beproeving.
En in die bevende zekerheid mogen we ons gezegend weten. De vrede van God, die alle verstand gaat te boven, bewaren uw hoofd en uw hart in Christus onze Heer. Waarschijnlijk ziekte.